En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er op en het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. Een vraagje, gaan jullie wat doen aan Sinterklaas? Wij gaan wat doen met Sinterklaas, ja. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat ik krijg. Ik heb niks gevolgd. Ik heb ook niks gekocht. Gaat u wel een schoen zetten? Ik heb geen schoenen aan. Ik heb altijd pantoffeltjes. Ik heb 2 dochters en 4 kleinkinderen en we vieren gezamenlijk Sinterklaas. Loodjes trekken? Nee, geen loodjes trekken. Wij doen het welbekende dobbelspel. En lachen, gieren en brullen. En u, meneer? Ik doe nergens aan mee. U doet nergens aan mee. Nee, dat kan ook, hè. Ja. Wel op 5 december? Nee, even kijken. Waar viel. Ik weet eigenlijk niet meer precies de datum, maar ik dacht wel 5 december, ja. Want ze zitten ook met andere opa's en oma's en thuis natuurlijk Sinterklaas. Dus, maar volgens mij is het bij ons 5 december. Komt Sinterklaas bij jou of ga je naar Sinterklaas kijken? Een beetje moeilijk voor mij, hè? Maar hij komt wel. Zullen we dan vragen naar opa? Sinterklaas komt. Ja, die komt wel. Ja hoor, ja. Komt hij bij u? Nou, de vorige keer hebben we het bij hun thuis gedaan. Kwam hij langs. Ik heb 8 kleinkinderen, dus het was een heel feest. Ja. Komen ze nu ook alle 8 weer? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is wel leuk. En allemaal cadeautjes? Ja, dat moet, hè. Ja, mag. Sinterklaas, ja, maar Sinterklaas brengt altijd cadeautjes mee. Sinterklaas, is dat nog bij jullie? Jazeker. En Zwarte Piet ook. Dat vind ik wel een hele goeie, hè. Want die discussie, wat vind je daarvan? Ja, ik vind onzin. Ik vind Zwarte Piet hoort bij ons. Dat is traditie. Ja, dus... Jonge dames, wat gaan jullie doen? Gaan jullie echt cadeautjes pakken of lotjes trekken? Echt cadeautjes pakken. We doen geen loodjes trekken. En wie zorgt dan voor de cadeautjes? De ouders. Ja, Sinterklaas. Ja, en hij komt niet meer, denk ik, of wel? Hij komt niet meer zelf langs, maar Piet zullen wel cadeautjes afgeven. Ik vind Sinterklaas wel gezellig. Ja. Alleen voor kinderen? Nee, ook voor grote. Doen jullie wat met Sinterklaas? Ja, wij doen ook. We krijgen ook allemaal kleine cadeautjes. Okay. Ja. En bij mijn kleindochter, bij mijn dochter doe ik ook surprise houden. Met de kinderen. Ja. Het is gewoon een gezellige avond. Ja, het is een hele gezellige avond, ja. Ja. Zijn de cadeautjes duur of maakt u echt kleine cadeautjes? Nou, ik maak niet zo hele dure cadeautjes. Nee. Want dat is niet leuk meer. Nee. Dan wens ik u een fijne avond in ieder geval, hè, op 5 december. Ja, dat is goed. Dankjewel. En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er op en het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen.